Hey leden, welkom bij de nieuwsflits van januari alweer. Als allereerste, wij zijn op de achtergrond bezig geweest met een hele mooie nieuwe website. En die gaat vanaf de tweede week van januari helemaal live. En al onze events en nieuws gaat dus straks allemaal lopen via onze website. Dus check allemaal de nieuwe website van teamfitix.nl en deel hem met je matties en vrienden. En dan wordt hij weer goed bereikt. Hoi jongens, misschien was je er al voor aan het trainen. 9 januari, de halve marathon van Egmond. Helaas, door de coronamaatregelen gaat hij niet door, maar daarom gaan wij hem gewoon lekker zelf lopen. We starten hier, we verzamelen hier om 9 uur. Dan kan je meerijden met iedereen en zorgen dat we om 10 uur klaarstaan bij het startpunt van Egmond om de halve marathon 21 kilometer zelf te gaan hardlopen. Wil je dat doen, meld je dan even aan in de app of via de website. En achteraf hebben we voor wie dat wil nog een borrel. Dus meld je aan en dan hoop ik dat ik jullie allemaal zie 9 januari. 21 januari, de derde en de laatste workout van de Victor Stroda, de finale. Achteraf hebben we een borreltje voor degene die dat wil. Binnenkort maken wij de workout bekend, dus dan kan je ervoor trainen met je buddy. En dan ben ik heel benieuwd wie de fitste duo of Victrix gaat worden. Succes met trainen! Van 24 tot en met 30 januari hebben wij weer kennismakingsweek bij Team Victrix. Tijdens deze week mag iedereen verblijvend bij ons komen kennismaken. Van kids tot masters. Je kan kiezen voor een 1-op-1 les of voor een groepsles. Tijdens deze week kan je de hele week vrijblijvend met ons kennismaken. Hey, 29 januari hebben wij de Victrix 42 kilometer roeien. En dat doen we natuurlijk voor het goede doel. En Karin is onze host, die gaat sowieso 42 kilometer roeien. En wij zoeken daarin nog deelnemers, misschien bedrijven die mee willen doen. En al het geld wat we daarmee inzamelen is voor kids die niet de mogelijkheden hebben om te kunnen sporten. Dus 29 januari vanaf 2 uur gaan we starten. Je kan natuurlijk gewoon trainen. Je kan hier nog een roeitje bij ons wegtrekken om thuis te gaan trainen. En we sluiten de dag af met de Victrix Winterbarbecue en onze nieuwjaarsborrel. Dat komt dan meteen goed uit. Dus jullie zijn allemaal uitgenodigd op de Victrix nieuwjaarsborrel op 29 januari. En dat is vanaf een uurtje of 4 à 5. Dus check onze nieuwspagina en daar staat alle info. Tot dan. Ralf Burgerman, jij bent lid van het jaar geworden. Gefeliciteerd. We zijn hartstikke blij met jou als lid. Je komt altijd enthousiast en met veel zin naar de lessen toe. Je doet de laatste tijd ook veel mee met de advanced lessen, dus je houdt al van een uitdaging. Daarnaast ben jij al lid sinds 2016, een trouw lid. En je hebt al 722 workouts gedraaid. Dus je bent lekker bezig. We zijn onwijs blij met jou als lid. Ga zo door.